In het dynamisch beekdal in Middelrode is het goed te zien hoe hard het de afgelopen maanden heeft geregend. Ja, wat wij zien dit jaar eigenlijk, we hebben een droge periode gehad in mei, juni. En vanaf eind juli is het eigenlijk gaan regenen. En het ziet er echt naar uit dat dit het natste jaar ooit gemeten wordt. En dat zie je hier ook achter je dan? Dat is dan het effect. Als het maar door blijft regenen en steeds meer gaat regenen, dan zien wij pijlen die oplopen. Niet alleen hier in dynamisch beekdal, maar ook het grondwater. Het grondwater staat zeer hoog. Aan Maas neemt verschillende maatregelen om de waterstand op peil te houden. Zo is dit beekdal bij Middelrode zo ingericht dat het water kan opvangen en remmen voordat het Den Bosch instroomt. Ja, ik sta hier langs de A. Hier achter mij zie je dat het overstroomd is. Ik was hier gisteren toevallig ook. Toen stond het nog 20 centimeter hoog, kon ik hier niet staan. Maar het is precies de bedoeling van het gebied. Dat het stijgt, dat het daalt. Dat is de dynamiek van het dynamisch beekdal. En door dat stijgen en dat dalen van het water, doordat het water stijgt, krijgt het ook de ruimte. En krijg je een goede dynamiek. Maar dat is ook belangrijk voor de ecologie, voor het waterleven, voor de oeverplanten. Je krijgt een heel ander gebied dan als dit een rechte sloot zou zijn geweest. Als je het watersysteem met een spons vergelijkt, de spons zit helemaal vol. Dus iedere bui die nog valt, zorgt voor verhoogde afvoeren. Dus we zijn zeer alert op de situatie. Komt er nog meer regen? Moeten we nog meer afvoeren? Moeten we maatregelen nemen? Wat we in ieder geval alvast hebben gedaan, is de pijlen verlagen in de hoofdwaterlopen en op hele natte plekken. Zodat we wat ruimte hebben in het watersysteem. Want het lijkt niet echt droog te worden. Het is niet alleen in de A te merken dat er veel regen is gevallen. Het waterschap merkt het ook in de Maas. Ja, wat we in de Maas zien, samen met Rijkswaterstaat, is dat hij verhoogde afvoeren heeft. En dat heeft hij al wekenlang, maar nog geen zorgelijke afvoeren. En dus het peil stijgt ook niet echt veel voor de Maas. Als de Maas echt hoog wordt, dan wordt het voor ons ook spannend. Want dan kan dit riviertje, de A, in Den Bosch, niet vrij afwateren op de Maas. Dus dat houden we goed in de gaten. Maar voor nu nog niks aan de hand met de Maas. Dus overstromingen als in West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk hoeven we voorlopig niet te verwachten. Zeker.